Piet en juffrouw Tessa van Dijk. Piet was een zesde klas leerling op een basisschool in Amsterdam. Op een dag kwam een aardige juffrouw Tessa van Dijk als vervanger voor meester Jacobus van den Berg, een sombere, voortdurend boze en intimiderende tekenleraar. Het was het einde van het schooljaar, nog maar een paar weken voor de vakantie. Maar tot vreugde van de meeste leerlingen ging hij nu al met pensioen. De nieuwe lerares kwam uit Helmond. Ze was mollig en droeg korte rode haren. Ze had een luide lach en deed de leerlingen meer denken aan een tante uit het land dan aan een onderwijzeres. Het leek erop dat enkel de leerlingen haar leuk vonden. Tijdens die paar weken keken andere leraren op de een of andere manier op haar neer en gedroegen zich alsof zij minderwaardig was. Maar zij leek het niet erg te vinden. "Ik ben van nature onvergelijkbaar," zei ze, kloppend op haar bolle buik en hardop lachend. De eerste kunstles met een nieuwe juf was vrij ongebruikelijk voor Piet en andere kinderen. De strenge meester van den Berg liep altijd tussen de rijen tafeltjes en zei, steeds ontstemd, "Magda, Magda, die verhoudingen zijn helemaal niet goed. Ruben, wat voor soort schaduwen noem je deze?" Of hij zei, "Hans, hoe kwam je op het idee dat een uil ogen heeft die zo groot zijn?" Hij slaakte een diepe zucht en snoof vervolgens luid door zijn neus. Het was dat hij geen neusring droeg en er geen stoom uit zijn neusgaten kwam, anders leek hij op een woedende stier. Toen ging hij naar het bureau van Piet, waar de jongen niet in staat was om een enkele lijn te tekenen, uit vrees dat hij een fout zou maken. Voor hem zou altijd een volledig blanco papier liggen. "Piet, Piet, je krijgt weer een 3. En zeg je moeder dat ze morgen naar school komt." Piet zou de hele nacht aan zijn opdracht werken. Hij zou thuis tandjes krijgen, soms zelfs straf. In ieder geval kreeg de jongen nooit een cijfer hoger dan een 6. Juf Tessa kwam echter lachend het lokaal binnen. "Hallo kinderen, allereerst wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Tessa, Tessa van Dijk." Ze tilde haar rok een beetje op en huppelde 3 stappen naar rechts, 3 naar links, draaide in het rond met haar handen hoog in de lucht en eindigde met een diepe buiging. Ze stampte nog 2 keer met haar voet. Als de stilte een geluid heeft, geloof me, was het op dat moment het luidst. De juf richtte snel haar hoofd op en haar ogen gleden over verbijsterende kindergezichten. Ze zaten stil op hun stoelen en vroegen zich vol ontzag af wat er zojuist was gebeurd. "Nu vraag ik je om jezelf voor te stellen en je favoriete dans te dansen. Verlegenheid is niet toegestaan. Want het was, dat snappen jullie vast wel, ook niet zo gemakkelijk voor mij." Ze lachte zachtjes. "1 voor 1 graag. Als je ongeduldig bent, kun je meteen beginnen." Het bleek dat Magda de dapperste was. Ze zong haar naam, hurkte, strekte het ene been en vervolgens het andere en herhaalde dit verschillende keren. Uiteindelijk hief ze haar hand op in de lucht. Stuk voor stuk kwamen de kinderen aan de beurt, lachend, dansend, kraaiend van plezier tijdens de beste kunstles in hun leven. Piet verzamelde ook moed. Hij deed een stap naar rechts, stapte naar links, rende, sprong hoog en schreeuwde, "Hoera!" Tjonge, wat voelde hij zich goed. En toen de laatste leerling zichzelf had voorgesteld, nam de juf het woord en zei kwiek, "Nu we met elkaar kennis gemaakt hebben, kunnen we beginnen met kunst. Ik heb een verrassing voor jullie. De school heeft een uitnodiging gekregen. De stad organiseert een tekenwedstrijd voor 6e klassers. Het onderwerp is vrij en de hoofdprijs is een weekend naar Disneyland. Laat je fantasie de vrije loop. Vergeet alle regels. Je hebt een kans om te dwalen. Laat bomen lopen. Laat gebouwen glimlachen. Zet een blauwe vinvis op een bankje voor de school. En zet mij ernaast, zodat ik er in vergelijking dun uitzie." Ze lachte weer. "Of teken gewoon waar je naar verlangt. In de kunst kan alles. Begin maar." Piet dacht na en twijfelde. Deze juf
zal hem toch niet verwijten vanwege de verhoudingen, kleuren of wat hij ook schildert? Dus hij kan net zo goed aan de slag gaan. Waar de jongen elke dag naar heeft verlangd en wat zijn vader nooit voor hem heeft gemaakt. Het was een boomhut. Ja, pa beloofde het, elke zomer, jaar na jaar. Maar zijn 10e verjaardag kwam en ging. En hij kreeg zijn boomhut nog steeds niet. Hij wilde geen klein en lelijk huis waar alleen hij in kon passen. Nee, hij wilde een groot huis met 2 kamers en ladders die op de bomen rusten, met echte vensters. Dus Piet begon. Streep na streep, kleur na kleur, vlak na vlak, ontstond daar iets op het papier dat zijn verwachting te boven ging. Piet schilderde, hij tekende het hele huis in de vorm van een boom. In plaats van de takken en bladeren had deze boom een kubus met kamers die scheef stonden. De uiterste hoek van de kubus rustte op een pilaar die stevig stond als een boomstam. Er was zelf iets waar geen huis met een bovenverdieping zonder kan, een trap. Aan het einde van de les werd elke tekening ondertekend, verzameld en aan juf Tessa gegeven. Er waren roze olifanten, aliens, lachende tijgers, allerlei fantasieën en natuurlijk Piet's huis. De juffrouw was tevreden. En terwijl ze het kunstwerk één voor één bekeek, gaf ze veel achten. Piet kreeg zelfs een 9. Stopte alles in één grote envelop en stuurde het allemaal samen naar de wedstrijdcommissie. Nu hoefden ze alleen nog maar te wachten. Een paar dagen later kwam het bericht naar school dat het hoofd van de wedstrijdcommissie niemand minder was dan hun oude meester Jacobus van den Berg. De kinderen werden onrustig bij de gedachte dat de afschuwelijke leraar hun werk zal zien. Maar juf Tessa juichte hen toe. Maak je geen zorgen om niets. Wie zou geen roze olifanten willen zien? Maar zij kende hun gruwelijke leraar niet. De resultaten kwamen in de laatste week van school, net voor de vakantie. De juf gaf de ongeopende envelop aan Magda om hardop voor te lezen. Iedereen hoopte dat iemand in hun klas de reis naar Disneyland won. Magda opende de envelop, haalde het papier tevoorschijn en begon te lezen. Een meisje van de andere school won de prijs. Een meisje dat niemand kende. Haar naam was Kirsten van Rijn. Uit de toelichting bleek dat ze een uitstekend genre-tafereel schilderde met een precieze tekening en met zorgvuldig beredeneerde kleuren en bla bla bla. Er werd van alles gezegd in de brief en niemand begreep er iets van, behalve dat Kirsten van Rijn naar Disneyland gaat. En dat was het enige dat van belang was. Aan het einde van de brief stond echter nog een aantal zinnen. Meester van den Berg leek besloten om onze Piet nog een keer bang te maken. Er stond namelijk: de slechtste van alle inzendingen was die van Piet Blom. Hij schilderde een dom uitziend huis, helemaal scheef. Niemand zou er zelfs maar in kunnen lopen. Het huis lijkt op een boom of een kubus of andere onzin. Zulk onhandig werkstuk is nog nooit te zien geweest in Amsterdam. We vragen van Piet Blom dan ook nooit, nooit meer aan een tekenwedstrijd mee te doen. Zelfs een volwassene zou schrikken van deze woorden. Nodeloos om te zeggen dat Piet zich rot schaamde. Had ik maar niets getekend, dacht hij. En het liefst wilde hij wegrennen uit het klaslokaal en weg van de school. Gewoon naar huis te gaan en vele dagen niet gezien te worden. Wat Piet toen nog niet wist, was dat hij nog veel vaker in zijn leven teleurstellingen zou moeten verwerken. Als we elke keer dat iets tegen zit zouden opstaan en wegrennen, zouden we simpelweg nergens komen. De juf probeerde hem te troosten, net als zijn vrienden. Maar hij was bedroefd. Diep bedroefd. Het schooljaar liep ten einde. De grote vakantie begon. Juf Tessa ging terug naar Helmond. Ze zou daar haar vakantie doorbrengen. Ze beloofde echter dat ze het volgend jaar terug zou komen om hen les te geven. Dagen gingen voorbij. Piet herstelde langzaam van de wrede woorden van meester van den Berg,
en begon voorzichtig opnieuw te schilderen. Tulpenvelden, windmolens, bossen. Op een dag ontving hij een brief die aan hem gericht was. Er stond: voor Piet Blom, een groot kunstenaar. Wie probeert mij voor de gek te houden? Dacht de jongen en nieuwsgierig opende hij de envelop. Het was een foto van een echt boomvormig huis. Precies zoals hij het ooit getekend had. En ervoor stond een glimlachende juf Tessa. Ze had haar linkerhand op haar heup en ze wees naar het huis met haar rechter. Hoewel ze met beide benen op de grond stond, leek het erop dat ze elk ogenblik enthousiast zou gaan huppelen. Een echt huis, vierkant van vorm, op een pilaar, gemaakt van beton, baksteen en glas, met een bovenverdieping. Verbluffend magisch, precies zoals Piet het zich had voorgesteld. Dat stond naast haar. In de benedenhoek van de foto stond geschreven: voor mijn nieuwe huis in Helmond. Tot ziens, juf Tessa. Piet keek nog een paar ogenblikken naar de foto in zijn handen. Toen nam hij een stap naar rechts, een stap naar links, rende, sprong hoog en schreeuwde: hoera! Het enige dat de held in ons verhaal Piet en de Nederlandse architect Piet Blom gemeen hebben, is dat ze op een basisschool hebben gezeten en dat ze dol waren op boomhutten. Meester Jacobus van den Berg en juf Tessa van Dijk zijn verzonnen. Het is zeker dat er altijd leraren zoals zij zullen zijn. Net zoals er altijd kinderen zullen zijn zoals Piet. Kinderen vol verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht, durf, buitengewoon. Architect Piet Blom bouwde huizen in Hengelo, Helmond, Rotterdam, in Nederland. Een beetje anders dan de meeste van ons in deze tijd. Mocht de weg u daarheen voeren, laat ons dan weten wat u ervan vond.